afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in het Venlose centrum. Niet alleen op het gebied van cultuur, winkelen en horeca, maar ook als het om wonen en werken gaat. De historische puddingfabriek, het monumentale Nedensko-gebouw en onder meer de Jacobskapel in Q4 zijn schitterend gerestaureerd. We zijn in de Jacobskapel, Q4 Venlo. Deze plek is voor ons heel bijzonder. We hebben er ons kantoor van gemaakt. Maar deze plek is ook heel bijzonder geweest voor heel veel mensen. Het is een gebouw uit de 16e eeuw. Het is een inspirerende plek om te werken, omdat er hier heel veel gebeurd is. Het gebouw is geladen met historie en deze culturele lading die zetten wij graag voort. Maar er is nog heel veel vastgoed in de binnenstad dat onbewoonbaar is en zelfs al decennia lang leeg staat. Achter prachtige gevels van eeuwenoude panden gaat vaak een spookwereld schuil. Dit zijn prachtige panden waar vroeger, zo'n 100 jaar geleden, rijke Venlose ondernemersfamilies woonden. En dan moet je denken aan families als Winters, Boermans, Reserveur, Schrijnen. Die woonden in dit soort prachtige panden met magnifieke trappenhuizen. Ze hadden een winkel op de begane grond en ze woonden hierboven. En nu, ruim 100 jaar later, lijkt het alsof de tijd hier heeft stilgestaan. Er zitten ook nog allerlei spannende dingen in dit soort panden verborgen, zoals hier achter dit wandje. Een oude kluis. Misschien zit er nog iets in, we weten het niet. En waarschijnlijk is die geweest van een van die Venlose ondernemersfamilies die hier heeft gewoond. Nou, door de komst van de grote winkelketens in de jaren 60 en 70 zijn ze leeg komen te staan. De Venlose winkeliers die trokken weg uit de binnenstad en sindsdien is er leegstand. En dat is natuurlijk doodzonde, want je kunt hier prachtig wonen. Je kunt ze gewoon weer in gebruik nemen, deze panden. De komende tijd wordt geprobeerd om meer leegstaande panden opgeknapt te krijgen. Dat gebeurt door onder meer met vastgoedeigenaren in gesprek te gaan. Bij de puddingfabriek in Hartjestad is dat al gelukt. Wat het pand voor mij zo speciaal maakt is het feit eigenlijk dat het midden in het centrum is. Zodra ik naar buiten stap ben ik echt in Venlo en zodra ik binnen ben heb ik echt mijn eigen historisch plekje midden in de binnenstad. Wat het pand bijzonder maakt is toch wel de balken. Zo heb ik er eentje uit 1526 op mijn slaapkamer en daar stoot ik wel geregeld mijn hoofd aan. Het contrast in de Venlose binnenstad is groot. Aan de ene kant zijn er al schitterend opgeknapte panden. Anderzijds liggen er nog tientallen verdiepingen al jarenlang te wachten totdat er iets gebeurt. Ook weer zo'n historisch pand waar al decennia lang niks is gebeurd. En we gaan kijken vanuit de gemeente of we kunnen helpen om dit soort plekken weer bewoonbaar te maken. Want dat is wat Venlo natuurlijk nodig heeft, een levendige, aantrekkelijke stad. En dat kan fantastisch op dit soort plekken.